Sontje Hansen, van harte gefeliciteerd met de overwinning, met de beker. Je was vooraf vol zelfvertrouwen. Het is er allemaal uitgekomen. Ja, ik zei zelf al, zoals de kop erbij houden, dan wordt het vrij makkelijk. En dan ziet hij ook bij de uitslag dat 4-1 wordt. Ja. Al heel snel de 1-0 van Divine Ranch. En dan, na een half uur, dat moment, de paas van Nagy Univar. Ja, prachtige bal van Nagy. We kennen het wel, buitenkantje voet. En ja, ik zei al, voor de wedstrijd tegen Nagy, als hij mij zo'n bal geeft, dan maak ik hem dit keer. En ja, zo is het gewoon gekomen. En een mooi doelpunt ook. En Nagy Univar. Buitenkant voet. Mooie bal op Sontje Hansen. Sontje Hansen. Schitterend doelpunt. Loop je over de keeper. Ik zag hem die een beetje ver van zijn goal stond. Dus. Sontje Hansen, het snelst. En de man met het overzicht. Een van je mooiste doelpunten? Nee. Dat niet. Dan Sontje Hansen. Mooie beweging. Sontje Hansen. 4-1. 9,5 voor de salto. Een mooie celebration van mij. Ik wist niet eens dat ik het nog kon. Lang geleden dat ik dat heb gedaan. Maar, ja. Schitterende salto. Hoe hoog kwam je wel niet? Ja, geen idee. Dat maak je eigenlijk zelf niet mee. Je dacht van, ik gooi hem er nu even uit. Ja, ik dacht gewoon van, mooi moment. Tweede goal tegen Feyenoord. 4-1. Mooie uitslag. Ik dacht, nu ga ik gewoon even proberen. De eerste prijs van het seizoen is binnen. Je had afgelopen dinsdag een schitterende wedstrijd in Barcelona. Een mooi begin van het seizoen. Ja, is heel mooi. Maar ja, de beker is mooi meegenomen. Maar we gaan natuurlijk voor alle prijzen. De Youth League is het natuurlijk de mooiste prijs. Ik heb ook nog WK binnenkort. En natuurlijk zo snel mogelijk naar Jong en doorstromen naar eerste. En ja, beker pakken en talent van het jaar misschien, heel misschien. Daar gaan we voor knokken natuurlijk. En kampioen worden. Vol ambitie. Ja, zeker. Afgelopen was er wel een koude douche. Trainer, Rena uit te gaan. Sontje Hansen op weg achter John Heidinga aan. Die vlucht razendsnel de kleedkamer in. Hij is al wel snel, hè? Nee. Ik had hem vrij makkelijk gepakt. Kreeg hij net zoveel water over zich heen dan jij, als jij? Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel.